Het Nederlands elftal bereidt zich in Noordwijk voor op oefenpotjes tegen Frankrijk en Engeland. PSV werkt in alle rust toe naar de uitwedstrijd tegen AZ op 2 april. Voor Davy Prupper was het een waardeloze week. Hij werd geselecteerd voor Oranje, moest zich afmelden door een blessure en verloor 2 wedstrijden achter elkaar van Atletico en Ajax. En vooral dat laatste zit nog een beetje dwars. Nou, vooral over de wedstrijd natuurlijk, dat die niet helemaal zo is gelopen als we wilden. Maar, daar kunnen we nu niks meer aan doen. En nu 6 wedstrijden om die te winnen in ieder geval. Ja, hoe diep zit de teleurstelling nog bij jou, bij de groep, over zondag? Een groot deel van de groep is weg, maar wat over is, die zit nog wel met teleurstelling. Ja, dreunt dat nog lang door? Ik hoop dat we volgende week de knop weer kunnen omzetten. Ja, want het geloof is er nog wel, toch? Jawel. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, hallo, maar het zijn nog 6 wedstrijden, er kan echt nog van alles gebeuren. Ja, nee, dat hebben wij ook wel, hoor. Als wij 6 wedstrijden winnen, dan kan ik me niet voorstellen dat we geen kampioen zijn. Cocu wisselde Prupper afgelopen zondag 10 minuten voor tijd. En dat bleef een beetje in het midden, of dat vanwege zijn spel was of vanwege die blessure. Gewisseld was niet per se daarom, denk ik, maar... in de wedstrijd had ik twee momenten dat ik wat last had van mijn been. Ja. En wat voel je precies? Mijn voeten die blokkeerden, maar vooral na de wedstrijd. En de rust die daarop volgde, daardoor raakte hij wat stijf. Ja. Ja, en dat was voor jou ook reden om te zeggen van, nou ja, dan maar even geen Oranje, omdat ik geen risico's wil nemen? Ik had sowieso het gevoel dat ik de eerste paar dagen niet kon trainen. En dan komt vrijdag al wel heel snel dichtbij. En, vanaf begin volgende week gaan we kijken of we naar buiten kunnen. Ja. Kan en mag je er iets over zeggen hoe lang dat duurt voordat je weer hersteld bent? Bijvoorbeeld AZ, ga je dat halen? Ja, dat hoop ik wel en dat verwacht ik ook wel. Ja. Voor piekeren is Davy Prupper te nuchter, te professioneel misschien ook wel. Maar balen van zijn afwezigheid in Oranje, dat doet hij zeker. Ja, je bent er na lange tijd weer een keer bij. En dat, we gaan er gewoon voor om er vaker bij te komen. Ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je, vooral in de vorm waarin je verkeert, dat het wel extra lekker moet zijn geweest om bij Oranje weer aan te kunnen sluiten. Want ja, je bent gewoon in bloedvorm. Ja, ik moet zeggen, de laatste het ging niet helemaal zoals ik wilde, maar dat is dan weer wat anders. Maar ja, het ging lekker tot zondag. Ja. Ja. En dat moeten we doortrekken. Ja. Kwam die selectie voor jou op een goed moment ook? Had je echt het gevoel van, ik voel me goed, hè, even buiten die wedstrijd van zondag? Ja, nee, ik denk wel dat ik er klaar voor was, ja, als ze zo zeggen. En had je dan ook het gevoel, of heb je daar misschien al wel over gesproken, van nou ja, ik zou wel in de basis kunnen starten tegen Engeland en Frankrijk? Of mag je zo niet denken als voetballer? Nee, dat denk ik niet. Of sommigen misschien wel, maar ik niet, omdat ik er gewoon zo lang niet bij heb gezeten. En dan kom je er weer een keer bij en... Dan is het eerste is melden en lekker trainen en je best doen. Hoe keek je uit naar die tegenstanders? Hoe keek je naar Engeland en Frankrijk? Is dat net zo prestigieus als bijvoorbeeld tegen Atletico Madrid spelen? Ja, voor je land dat is misschien nog iets anders. Maar het zijn mooie wedstrijden, het zijn wel oefenwedstrijden. Dat is misschien nog net iets anders dan dat om het echt gaat doen. Ja, 5 juni 2015 was het, hè? Dat je inviel voor Robin van Persie, 57 minuten. De datum weet ik niet precies, maar de wedstrijd en hoe die is verlopen, dat wel. Ja, hij liep voor de ploeg verkeerd af. Mm-hmm. Maar had je toen zelf wel een goed gevoel van, dit is mijn debuut? Sowieso ja. Debuut maken, dat is sowieso speciaal. En, op dat moment zat ik nog bij Vitesse, dus dat was ook... niet voor iedereen weggelegd, nee. Ja, want heb je het gevoel dat je sinds die tijd ook weer met de ervaring bij PSV en met ook de internationale ervaring van de Champions League, dat je bent gegroeid? Jawel, nee, zeker weten. Ik heb weer veel wedstrijden gespeeld en ook veel op een hoog niveau. Dus dan groei je wel naar dat niveau toe, ja. Niet alle wedstrijden waren misschien mijn beste, maar ja, de daarop volgende was dan wel weer goed. En dat is misschien iets mentaals, dat je wel gewoon doorgaat en... de volgende keer wel weer staat, ja. Dus dat je constanter bent, ja, stabieler. Ja. Hoe kijk je zeg maar aan tegen de ploegen Engeland en Frankrijk? Heb je een gevoel dat dit Oranje zeg maar opgewassen is tegen Engeland dat goed in vorm is? Frankrijk, hoe kijk je daarnaar? Of zeg je van, dat hoef ik me niet over uit te laten? Nee, ja, ik ben er niet meer bij, dus daar hoef ik niet over na te denken. Maar ja, ik hoop dat ze het goed doen natuurlijk.
Dat ze laten zien dat we er nog steeds zijn. Ja.